welkom in deze nieuwe video van Polestar. Vandaag gaan wij gaan kijken naar het huis van de Sint. Natuurlijk niet alleen, maar hij ook. Hij is er helemaal bij. Hij is al klaar in zijn buggy om mee te gaan. Dus zijn we er klaar voor? We zijn nu in het wachthuis dat hier. We zijn eigenlijk heel veel binnen geraakt. Ja, hij moet nu verder in de buggy. Dit zijn de dingen. Nee, hier zie ik de Beatles. We hangen even vast. De Beatles die staan hier opgetreden. Met een mooi optreden. Zo. En hij staat hier te wachten. We gaan een vogeltje brengen. Het zal zijn. We gaan een medley brengen met allemaal verschillende Sinterklaas. Dan de brug. Dan kun jij makkelijk door de schoorsteen. Dan hoef ik het niet. Zijn ze dat? Nog eentje. Allemaal pintjes. Ik heb nog een pakje doosje staan. En dan moet er een pakje fijn gemaakt worden. Dat is allemaal weer voor de zwakke piet. Hier zijn we in de slaapkamer van de Zwarte Pieter. Hier slapen wij. Deze hier. En een beetje. En deze. Dat is mijn knuffel. Zonder knuffeltje kan ik niet slapen. Ik kan niet in slaap vallen zonder knuffeltje. Hebben jullie dat ook? Een knuffel om te slapen? Ja? Dat is wel leuk. En dat is zo zacht. En knuffeltje heet knuffel. Ik heb die knuffel gedood. Die allemaal verschillende beetjes voor de zwarte piet. Hier is nog een andere bed. En wie denk je dat hier slaapt? De Sint. Nee. Vroeger wel. Vroeger was dit het bed van de Sint. Maar de Sint gaat het even zien. Heeft een mooi groot bed. Een groot wapenschild. En nu is dat het bed van de hoofdpiet. En de hoofdpiet, hè, die kan je herkennen aan de pluim. Ik heb maar één pluim, hè. Maar een hoofdpiet heeft altijd twee of drie pluimen. Thank you.
zijn we in de knutselkamer, speelkamer van de Sint en de Zwarte Pieten. De Zwarte Pieten spelen wel eens vaak met tafelvoetbal. Je ziet, het zijn allemaal Zwarte Pieten hier. En Sinterklaasen. Hm? En de Sint, kijk eens. De Sint die schildert je. Als hij s'avonds moe aan het werken is en hij wilt echt relaxed zijn en rustig zijn, dan komt hij hier aan zijn schilderij werken. Mooi, hè? En de Zwarte Pieten, soms komen die ook naar hier. En dan komen die muziek maken en liedjes zingen. Hier hebben we de badkamer van wie zou dat badkamer zijn, denk je? Hm? Badkamer van de Zwarte Pieten, hè. Moet eens kijken naar het bad. Kijk eens. Daar hebben we al op geschropt en gedaan en we krijgen dan niet droppen. Als wij s'nachts door de schoorstenen gaan, dan zien we helemaal zwart. Ik kan dat zien, hè. Dan zien we helemaal zwart. Dat is een schouwpalet. Kijk, kijk nog eens. Het palet van de Zwarte Pieten. Je mag op de rode loper lopen. Hier zijn we in de keuken en hier is Keukenpiet, die is heel pas. Keukenpiet die maakt hier eten klaar voor de Sint en voor de Pieten die hier thuis zijn en samen met de Sint aan tafel mogen zitten. En andere jaren, als ze weet dat er veel kindjes komen, dan bakt Keukenpiet gewoon van pepernoten. Maar dit jaar niet, spijtig. Hij mocht het niet doen. En wat gaan we dan doen? Kom maar binnen. Kijk eens, een mooie eetkamer van de Sint. En de Sint die eet gouden bestek. Helemaal met goud. Ja, dat ziet in de Zwarte Pieten. Dus ooit chocolade. Maar ja, daarmee dat wij zoveel tandjes moeten poetsen natuurlijk. Ja, dat ken je wel. En we hebben dat juist. In de Zwarte Pietenkamer hebben we het oude bed gezien van de Sint, waar de hoofdpiet nu mag inslapen. De Sint heeft een mooi nieuw bed, maar het is een mooi water. Dan heeft de Sint naast zijn bed een potje staan. En als hij wakker wordt en dan moet pipi gaan doen, dan kan dat potje krijgen. En s'morgens dan komt er de Piet, hè, en die moet dat dan uitkappen. Dit is wel een heel belangrijke kamer. Heel belangrijk. Kijk wat dat hier is. Kijk eens. Het grote boek van de Sint. Hier schrijft de Sint alles in. Van de kindjes die braaf geweest zijn. Schrijft hem soms ook in. Van kindjes dat een beetje de deugd niet hebben gespeeld. En zijn de kindjes dat soms leuk niet kunnen bestaan? Ja, maar niet stout, hè? Stout niet, hè?
Maar moeten zo beter buigen niet. En dat krijgt de Sint hier allemaal in. En op het einde van het jaar dan kan dat. Kom maar binnen. Hier hebben we de badkamer van de Sint. Alles mooi in de lievelingskleur van de Sint, alles in het rood. En rode handgel, rode shampoo, rode tandpasta. De stoomboot. Als de Sint in het bad zit in het water, dan denkt hij altijd aan zijn stoomboot en dan moet hij er iets bij hangen. En als je nu eens omdraait, moet je daar even kijken. Kijk eens. Dat is het toiletje van de Sint. Hey, wegmaken. Mooi, hè? Ja. Mooi, hè? Dat is het toiletje van de Sint. Ja, van de Sint en de zwarte pieten gezien. Ja. Dan gaan we voor Sint. Ik leg deze kant naar beneden. Ze moeten met deze kant helemaal naar beneden, maar ik ga dan niet filmen. Ik ga hem zo pakken. Thank you.
je tekening vasthouden. We moeten je tekening daarin steken. Het zal vast. Nee, dat is zo. Je tekening vast. We moeten daar in de gleuf gaan steken. Hierin. Met het circus hierachter nemen wij afscheid van jullie. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Een zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En binnenkort komt weer een leuke video aan.